Wat is de boodschap van jouw verkramping? Bij een verkramping, ergens in ons lichaam, hebben we al vaak gauw de neiging om daarvan weg te willen, om het gewoon weg te willen hebben. Omdat het niet fijn voelt. En hoe harder je het probeert weg te hebben, weg te duwen, hoe sterker het zich aandient. En hoe kostbaar is het om naar je verkramping te gaan luisteren. Want het is jouw verkramping. Het zijn jouw spieren die dat doen. En die doen dat niet voor niks. Je lichaam is zo trouw aan jou. Zelfs als je... Ik heb bijvoorbeeld in het verleden eetbuien gehad waarbij ik me helemaal zoveel at dat mijn buik op knappen stond. En toch pakte mijn lichaam dat en verteerde mijn lichaam dat. Mijn lichaam die zei dan niet van hey, hou ermee op, dit is niet goed. Maar mijn lichaam was trouw aan mij. Ik had op dat moment die eetbuien nodig, kan ik achteraf zien. Omdat ik geen andere manier had om mijzelf te vervullen. Het is kostbaar om jouw spieren als jouw vriend te zien. Die met hun verkramping jou ergens voor willen beschermen. Of ergens van weg willen, terug willen trekken. Of die zorgen dat jij jezelf terughoudt van een beweging die je niet meer wil maken. Een voorbeeld is dat als jij als kind uitgereikt hebt om dingen te onderzoeken of te pakken. En je ouders die konden daar niet mee omgaan, die vonden dat... te veel, dat je zo'n kind was dat aan het exploreren was en dat misschien gewoon dingen op de grond gooide om te zien hoe het is om iets op de grond te gooien. En die hebben bijvoorbeeld op een hele onvriendelijke manier gezegd van hou daarmee op. Dus het kind heeft dan heel vaak de armen uitgestoken, maar moest ermee ophouden en dat geeft zo'n pijn om een boodschap op zo'n harde manier te horen, dat het kind heeft geleerd om maar voortaan die armen terug te houden. Dus dan heeft het lichaam een patroon gemaakt in de spieren van het terughouden. En krijg je een constante kramp hier rondom de schouders. En kun je bijvoorbeeld later een frozen shoulder krijgen, frozen shoulders. Dus dat is dan iets wat het lichaam heeft gedaan, zodat je je niet steeds weer hoeft te herinneren, oh ja, ik moest ook alweer terughouden. En de bedoeling, als je dan gaat luisteren naar die spieren, als je dan gaat luisteren, dan kom je achter de bedoeling. Dan ga je voelen van, oh ja, ze willen iets terughouden. En als je dan... in een consult bijvoorbeeld met een therapeut, met een traumatherapeut, gaat kijken naar wat voor impuls zou daar zitten bij die schouders. En dan voel je bijvoorbeeld, ik zou dingen willen pakken, of ik zou dingen kapot willen maken, of ik zou iemand willen slaan. Dat kunnen hele verschillende dingen zijn. En dan kan er alsnog ruimte ontstaan. Heel vaak is er ook een kramp hier in het middenrif. Dat je daar een soort blok voelt. Het middenrif is dé spier om emoties die vaak ook vanuit de buik komen, om die tegen te houden. Of om alle energie vast te houden in dit compartiment. Zodat je verdriet of je woede of je angst niet te groot zullen worden. Wordt het hier dan opgesloten en het middenrif sluit het dan hier af. En het is dan kostbaar om te gaan kijken van hé, wat gebeurt daar als ik daar nou eens naar ga luisteren? Wat doet dat middenrif dan? En dan voel je misschien dat het middenrif dit doet. En hoe is het dan om dat te volgen? Om dat bijvoorbeeld uit te drukken met je handen. Mijn middenrif doet dit. En wat zou de boodschap kunnen zijn van je middenrif? Dat het dit doet. Dan ga je luisteren naar de boodschap. En de boodschap is dan bijvoorbeeld: ik wil mijn verdriet niet voelen. Misschien als je dit gaat doen, dan kom je in contact met een lichte sensatie van verdriet. En dat je voelt, ik wil dat niet voelen. Het middenrif beschermt jou tegen het voelen van je verdriet. En het kan dan bijvoorbeeld fijn zijn om de handen bij het middenrif te houden. Om vanuit de handen een energie te sturen van dat het middenrif zich mag verzachten. Dat je laat weten met je handen, nu ben ik erbij. Nu ben ik hier om ondersteuning te geven. Dan hoeft het middenrif niet meer zo hard te verkrampen. Want jij bent nu aanwezig bij het verdriet. En de therapeut is naast jou om er ook te zijn met jouw verdriet. En dan kan het verdriet meer ruimte krijgen, meer ook opgevangen worden. En wat mensen dan aan mij teruggeven en wat ik ook ken vanuit mijn eigen ervaring, is dat het middenrif zich dan verzacht. Dus het is niet zo dat je zomaar die verkramping weg kunt nemen. Want je hebt hem juist opgebouwd, in dit geval van mijn voorbeeld, om het overweldigende verdriet te dimmen. Omdat je bang bent dat het je anders zou overspoelen. En op zo'n manier naar je verkramping gaan luisteren. Wat is je boodschap? Wat doe je voor mij? Dat zorgt dat er een wisselwerking ontstaat en dat er ook beweging kan ontstaan. Je kunt niet alleen maar meteen naar ik wil vrij zijn en ik wil me vrij bewegen. Omdat je dan van alles ontkent. Blijkbaar is er het verlangen om je vrij te willen bewegen, maar is er ook een tegenkracht die je ook iets te zeggen heeft. En mooi is het om met beide contact te maken. Dan kan de vrijheid die je wil ook voelen dat er ook een begrenzing is, die er ook is. En dat ze er samen zijn, dat de begrenzing, de verkramping iets betekent voor de vrijheid en de vrijheid betekent iets voor de verkramping. En in die ontmoeting kan er iets nieuws ontstaan. Iets wat de mensen wat ze mij teruggeven na zo'n consult, is dat ze zich meer in harmonie voelen, meer in controle en ook met meer respect voor hun lichaam. En dat het zo bevrijdend is om de kramp niet meer te zien als een vijand, maar juist als iets wat het goede bedoelt. En dat is ook wat we doen in het zelfhypnoseproces van Osho, praten met lichaam en mind, wat ik aanbied. Als je dat wil zien, dan kun je eens kijken op mijn website. Ik zal de link naar dit zelfhypnoseproces opnemen in de beschrijving onder dit filmpje. Ook dan kijk je naar wat de boodschap is van je onderbewustzijn met een symptoom, in dit geval de kramp, dat je hebt. En om te kijken hoe je door ook contact te maken met je creativiteit nieuwe manieren kunt vinden om te voldoen aan de behoeften die jij hebt. Dus ook in dat zelfhypnoseproces wordt het symptoom, de pijn of de kramp, gezien als het beste wat jouw onderbewustzijn op dit moment voor jou kan vinden, omdat hij nog geen andere oplossingen heeft. En dat zo'n symptoom goed bedoeld is. En dat proces creëert een vriendelijkheid naar jezelf en ook een leren luisteren naar de achtergronden van je symptoom.